Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Dorien Anti-Aging Center, MDX Health, Stolmed Oogklinieken en Medisch Centrum Zaanzorg. Welkom bij Medical Travel, het programma dat informeert over de medische wereld in binnen- en buitenland. MDX Health is een internationaal moleculair diagnostisch bedrijf gespecialiseerd op urologisch kankerdiagnostiek met prostaatkanker als specifiek aandachtsgebied. Ik ben de laatste tijd, 35 jaar, heel erg betrokken geweest bij het zoeken naar merkstoffen om vroegtijdig prostaatkanker te ontdekken. En ook naar merkstoffen om de graad van kwaadaardigheid van prostaatkanker te bepalen. Prostaatkanker komt ongelooflijk frequent voor. 14% van de mannen die boven de 50 jaar worden, zullen klinisch prostaatkanker krijgen. Dat zijn gigantische aantallen. Het is de doodsoorzaak nummer 1 aan kanker bij mannen. En daarom is het zo'n belangrijke ziekte waarvoor dan ook belangrijke klinische stappen moeten genomen worden om die ziekte bij tijds te ontdekken en goed te kunnen behandelen. In ons onderzoek beginnen we heel vaak bij de directe klinische vraagstelling van de uroloog. En het onderwerp waar we het vandaag over hebben betreft eigenlijk de vroegdiagnostiek. Omdat als je een tumor vroeg kunt aantonen, is de slagingskans van de behandeling veel groter. De enige manier waarop je het nu vroeg kunt vinden is met een eenvoudige bloedtest. Dat heet de PSA-test. Indien de PSA-waarde te hoog is, moet je dat op dit moment zien als een alarmbel. Maar vanwege die bekendheid met het feit dat er ook heel veel mannen zijn die er nooit last van zullen krijgen, bestaat er zonder meer al in de eerste lijn, dus bij de huisarts, een PSA-dilemma. Wanneer stuur ik hem nou door naar de uroloog? En eigenlijk zeggen de richtlijnen dat je dat moet doen bij een PSA-waarde van 3 nanogram per milliliter. En dan kom je bij de uroloog en die zal kijken dat er geen andere reden zijn dat die PSA verhoogd is, een infectie of wat anders. Dan zal die heel vaak besluiten om een biopsie te nemen. De test die we hebben ontwikkeld zorgt ervoor dat je bij zeker de helft van die mannen niet over hoeft te gaan tot een biopsie. De uroloog voert een lichamelijk onderzoek uit en dat heeft ook een rectaal dossier. Dus hij voelt de prostaat via het rectum. Daardoor komt er druk op die prostaat. Dus de cellen die komen in de plasbuis en met de eerste urine, wordt die getransporteerd. Toen eigenlijk de test mijn laboratorium verlaat had en ook terecht kwam in die fase richting de patiënt, lijkt het een klein detail te zijn, maar het is een hele belangrijke stap om ook te zorgen dat die weg totdat die in het lab is, gestandardiseerd wordt. De test heeft allereerst een enorm voordeel voor de patiënt, omdat die veel minder onzekerheid geeft. Daarna natuurlijk ook voor zijn behandelend arts, omdat hij ook een betere keuze kan maken. En een belangrijk bijeffect is natuurlijk dat de BV Nederland er ook van profiteert, omdat we gewoon besparen. Mijn standpunt is dat het aan te raden is om bij alle mannen tussen de 50 en de 55 jaar één uitgangswaarde van PSA te laten bepalen. Is op die leeftijd die merkstof laag, dan hebben studies aangetoond dat je die mannen kunt geruststellen dat de eerstkomende 10, 15 jaar absoluut geen risico is voor prostaatkanker. En dan heb je een uitgangswaarde die voor later een belangrijke indicatie zullen zijn of die man inderdaad vroeg of laat zal lijden aan progressief prostaatkanker. En dan gaan we nu een kijkje nemen bij het exclusieve trainingscentrum van Dorien Anti-Age Center. We zijn hier in ons trainingscentrum. Niet ver van ons eigen schoonheidsinstituut verwijderd. En hier trainen we en begeleiden we en leiden we de schoonheidsspecialisten op, de gekwalificeerde schoonheidsspecialisten die heel graag willen gaan werken met Beauty by Dorien producten. Dus we willen wel dat die kwaliteit wel gewaarborgd blijft. We hebben zelf in samenwerking met een laboratorium de producten ontwikkeld, dus we weten precies wat erin zit ook. En ik weet eigenlijk door de tijd heen waar behoefte aan was. Naar aanleiding daarvan zijn we dus een speciale lijn gaan ontwikkelen. En in samenwerking met een laboratorium hebben wij ook speciale appelstamcellen kunnen verwerken in een bepaald serum. En dat hebben we verwerkt in heel veel producten ook. We hebben ook een bepaalde GMP-keurmerk. Dat is een keurmerk waarbij er genoteerd wordt wanneer een product geplukt is, waar het groeit, wat voor grondsoort, etc. Maar kortom, het is echt een hele specifieke lijn. Het is een lijn bestaat uit 22 producten. En alle 22 producten hebben echt een totaal andere werking. Ik ben zelf meer voor de natuurlijke producten in een crème, omdat je heel veel moois uit de natuur kunt halen ook. Je merkt echt als je
inspeelt op de behoeftes van de huid. Hè, dus iedere huidzone heeft een andere behoefte. Dat je dan het mooiste resultaat kunt krijgen. En dat is enorm belangrijk. En daar denken heel veel mensen niet over na. We hebben een online shop. We hebben ook duidelijk aangegeven wat de producten doen, waar ze voor zijn. Het is heel makkelijk voor de cliënten ook om te kijken wat ze het beste kunnen gebruiken. Want die zijn eigenlijk al bij ons in het instituut geïnformeerd. Ja, dit is onze nieuwe wellness jacket. Zoals je ziet is dit een asymmetrische sluiting. Die sluit op de zijkant. Dus we hebben nooit meer te maken met de ceintuur. Het is zowel voor de dame als voor de heer geschikt. Ja, we zijn enorm trots. Ook de kleur is bijzonder. Het mooie paars wat aansluit bij onze productlijn. We hebben een ontzettend supermooi magazine ontwikkeld. Het heet Enjoy. En het is een magazine dat heeft veel facetten. En het heeft allemaal te maken met uiterlijke en innerlijke verzorging. Dus we hebben eigenlijk alle facetten een beetje gebundeld. Die zo indirect ook te maken hebben met huidverbetering. Het staat heel mooi beschreven allemaal. En wat je het beste kunt doen om zo lang mogelijk in shape te blijven. Huid is ons grootste orgaan. Hè? Dus niet iedereen staat erbij stil. En de huid moet je goed verzorgen. Dat is nou eenmaal niet anders. En daar denken mensen niet altijd over na, maar het is wel enorm belangrijk. Het vak ligt me erg aan het hart en je maakt mensen blij ook. Hè? Je maakt ze mooier, maar ook blijer. En dat is natuurlijk, ja, dat geeft je heel veel energie uiteindelijk. Als je met een probleem bij de huisarts komt, dan word je vaak doorverwezen naar een extern fysiotherapeut of misschien zelfs naar het ziekenhuis. Bij Medisch Centrum Zaanzorg is dat niet het geval, want die hebben zelf namelijk alles in huis. Medisch Centrum Zaanzorg is een centrum waarbij diverse hulpverleners in de zorg zijn gevestigd. Van huisarts, apotheek tot psycholoog. Het is opgericht door huisarts André van Loenen uit de behoefte om patiënten brede, efficiënte en goede zorg te kunnen bieden. Dit is een moderne praktijk, anno 2016. Ja, wij doen een heleboel in deze praktijk. Er zijn verschillende disciplines zijn daaronder in gevestigd. Waaronder een apotheek, fysiotherapie, logopedie, oefentherapie, menselijke therapie, psychro, dat is psychiatrie en psychologie. Diëtisten zitten er nog in. Nou, echt allround. Hè. Heel veel disciplines zitten bij elkaar. Het grote voordeel is dat je kan samenwerken met elkaar. Hè. Ik kan naar deze verschillende disciplines verwijzen. Het is zo gekomen dat dit centrum toen door André van Loenen tot stand is gekomen. En vervolgens ben ik erbij gevraagd omdat er ook vanuit de patiënt de vraag was naar een apotheek of ik dat wilde opzetten. Het grootste voordeel is, we kunnen heel snel schakelen als wij bepaalde interacties hebben of medicijnen die bij een bepaalde aandoening niet mogen. Dan kunnen we dat aangeven aan de huisarts of nog eens navragen, is dit wel daadwerkelijk de bedoeling? Nou ja, dat gaat dan wat soepeler. De trend is om allemaal bij elkaar te gaan zitten met alle disciplines. Dat geldt niet alleen voor huisartsen, maar ook fysiotherapie, diëtisten, psychologen. Het is allemaal handiger als je bij elkaar zit. De behandeling voor de patiënt wordt daardoor beter, optimaler, omdat je sneller kunt schakelen. Wij waren wel gewend al om met huisartsen samen te werken, maar je ziet hoe dichterbij dat eigenlijk letterlijk de lijntjes wat korter zijn. Dus als ik een patiënt zie waarbij misschien ook naast een fysiotherapeutische interventie een medicatie wellicht handig zou zijn, dan is het nu eigenlijk letterlijk twee deuren door even kloppen van hoe zien jullie dat? Nou, het lijkt ons goed of juist niet, maar dat overleg dat gaat heel snel. En andersom merken wij ook dat als zij iemand zien van waar vroeger alleen medicamenteus behandeld zou worden, wordt er nu steeds vaker ook gekeken van nou, zouden jullie er wat mee kunnen en zo ja, wat dan? Nou, ik was vorige week gebeld door de huisarts. Met het verzoek om u bij mij te halen. Omdat u aangaf dat u heel veel klachten heeft bij het slikken van uw voedsel. Ja. Ik kon net voor meneer De Vries meteen al de gegevens opvragen van het lab. En ik heb eventjes telefonisch contact gehad met de huisarts over wat er aan de hand is, wat de onderzoeken zijn, wat de prognose is, hoe mensen verder gaan. Dus dat is gewoon heerlijk korte lijn. En dat is gewoon heel fijn. Ik geef verhoudings- en bewegingstherapie. Het grote voordeel om bij elkaar te zitten in een centrum met allemaal medici, paramedici, is dat je meer met elkaar kan samenwerken en heel veel collega's hebt. We sturen ook wel naar elkaar door. En dan komen ze wel bij mij voor ander soort klachten, maar dan kunnen ze ook tegelijk bij de fysiotherapie zijn.
Per week zie ik zo'n 35, 40 kinderen. Ik behandel niet alleen maar kinderen, maar voor mij wel het grootste gedeelte. Mijn collega's die doen ook allerlei andere behandelingen, maar ik werk vooral met de kinderen. Een huisarts kan vragen stellen of een kind wel of niet voor behandeling in aanmerking komt. En kan dan ook direct naar ons doorverwijzen. Nou, wat heel fijn is dat je hier vrij korte lijnen hebt. Dus je loopt even bij elkaar binnen, je spreekt elkaar snel. Als er iets is waar je denkt, oh, dat moet ik goed even snel regelen, dan kan dat ook met de huisarts. Soms ook met de fysiotherapeut. Nou ja, dat is heel prettig, dat je zo kort met elkaar kan samenwerken. Zodat het voor de patiënt ook snel geregeld is. Die heeft het gevoel van, hey, er wordt naar me geluisterd, het is geregeld. Ik kom voor een ooglidcorrectie. Een beetje zware oogleden, daar wil ik wel vanaf. Ja, vroeger moest je natuurlijk naar het ziekenhuis en, ja, en toen kom je erachter dat het gewoon bij een huisartspraktijk kan. Goedemorgen. Hallo. Kom verder. Ik ben ook als huisarts heel allround. Dat betekent ik maak ook echografie. Ik opereer frequent. En het stukje ooglidcorrecties is daar een onderdeel van. Hetgeen wat ik afgestreept heb, ga ik vastpakken met de pincet. Hier. En dan kijk ik van als ik het nou tegen elkaar aandruk, gaat dan het ooglid open. Als dat het geval is, ja, dan neem ik te veel weg. Kijk, als ik het nu aantrek, gaat het oog open bij meneer. En als ik het gewoon bij elkaar neem, niet. Dus dat betekent dat ik het gewoon goed fijn heb afgestreept. Nou, we hebben nu allebei het overschot aan huis verwijderd. En nou, dat is een mooie basis om te gaan hechten. Er kan veel in de praktijk. Hè, van, je komt bij de huisarts bijvoorbeeld, ik kan een echo bij je maken als je buikpijn hebt. Er kan bloed gelijk afgenomen worden. Heb je pijn in je knie, kan je gelijk in de buurt naar de fysiotherapeut. Dus je hoeft niet naar van alles en nog wat heen te gaan. Dan weer daar naartoe. Nee, een hoop kan in één keer. En dat denk ik, dat is een stuk service. En dat vind ik wel iets van de moderne tijd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Helder oogjes, hè, nu? Het is nog wat gezwollen hier en daar, hè? Ja. Maar dat is al over een week weer anders. Maar over een week kan het nog wat blauw zijn zelfs nog. Oké. Okay. En ja, ik zie u dan volgende week en over 4 weken weer. Ja. Tot straks, na de reclame. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Stolmed Oogklinieken. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Stolmed Oogklinieken. Staar is een probleem dat vele mensen treft. En als het u ook overkomt, dan wilt u natuurlijk zo snel en zo veilig en efficiënt mogelijk daarvan af. Bij Stolmed Klinieken zijn ze van mening dat iedereen het recht heeft op een zo goed mogelijke kwaliteit van zien. Zowel voor jong als oud. Om dit te bereiken leveren ze altijd uitstekende oogzorg. Direct en zonder nonsens. Ik ben hier voor een staaroperatie. Ik loop al jaren bij de dokter, maar het was eerst minder. Maar nu werd het nodig dat er geholpen werd. Dus vandaar dat ik vandaag hier ben. Mensen gaan slechter zien als ze ouder worden, vaak. Niet altijd natuurlijk, maar als ze ouder worden, komt dat vaak door cataract, staar. En dat kun je tegenwoordig heel goed opereren. Je kunt met speciale lenzen kun je je bril helemaal kwijt. Dat je voor veraf en dichtbij geen bril hoeft. Je kunt ook de standaardlenzen doen, dat mensen veraf of dichtbij weer goed kunnen zien. En dan in feite alle activiteiten van het dagelijks leven weer kunnen uitvoeren. Ik heb om te beginnen mevrouw afgedekt, hè, met een ooglaken, zo heet dat. Dat is een zakje aan de zijkant waar het vocht dan inloopt. Het is een operatie die je vervolgens doet door een klein sneetje te maken in het oog. Je kunt dan het zakje waar de lens in zit, kun je dan vervolgens openmaken. Het is net een soort van boterhamzakje. En dan kun je daarna de lens, hè, als een boterham, kun je dan eruit halen. Dan zijn we begonnen met de operatie en dat betekent dat we in feite een klein sneetje maken in het oog. En door dat sneetje kunnen we dan zo meteen alles gaan doen bij u. Er zijn eigenlijk de 4 stukken van de lens die zijn verwijderd. En dan gaan we met een klein stofzuivertje gaan we de laatste restjes verwijderen. Dus als het er goed uitziet, dan kan je daarna de kunstlens plaatsen. En die kunstlens is opgemeten, voor iedere patiënt is dat dus een andere. Dan schuiven we nu de houder met de kunstlens in het oog bij u. Dan zit de lens is nog een beetje opgerold eigenlijk, als een sigaretje. En die gaat langzaam gaat die zich ontvouwen. Daarna dan is het oog in feite vanzelf afgesloten, omdat je die incisie, het sneetje, op een zodanige manier maakt dat je daar geen hechting op hoeft te zetten. Nou, dat was het weer. Hè?
Het is allemaal goed gegaan, dus ik verwacht geen problemen. U mag lekker naar de assistente terug, naar Rianne. En dan krijgt u een kopje koffie zo meteen. En dan zien we u in principe over 4 weken weer voor de controle. Ik heb er niks van gemerkt. Totaal niet. Ik was toch wel nerveus, maar het ging perfect. Ik vind dat patiënten niet echt zenuwachtig ervoor hoeven te zijn. Onze assistentes die proberen die sfeer ook hier in huis op onze afdeling te brengen. Dat het eigenlijk een feestje is dat je geopereerd kan worden. Want als je slecht ziet, je krijgt een operatie. En staaroperaties zijn de best verlopende operaties algemeen. Hè, minste complicaties. En je kan daarna weer goed zien. Ja, dat is eigenlijk wel een reden voor een feestje. Iedereen moet wel eens naar de tandarts, eigenlijk 2 keer per jaar. En soms is dat gewoon voor een periodiek onderzoek. Maar het kan ook zijn omdat bijvoorbeeld je vulling is afgebroken. De moderne tandartspraktijk Torres de Heens in Tuitjehorn werkt aan een missie door met een gekwalificeerd team in een professionele omgeving evidence-based te werken. Zij zorgen ervoor dat de patiënt ten alle tijde centraal staat. De missie van Torres de Heens is dan ook geslaagd als zij een langdurige relatie met hun patiënten kunnen opbouwen, waarbij duurzame mondgezondheid het resultaat is. De nadruk ligt op een proactieve preventieve zorg, waar de tandarts en mondhygiënisten de patiënten informeren, motiveren en begeleiden om hun doel te bereiken. Dit begint vanaf de zwangerschap, een gezonde mond in een gezond lichaam, op een plezierige manier, het ultieme welzijn. We kijken mee naar een voorbeeld van de zorg bij Torres de Heens. Ik ben hier omdat ik een vulling heb die is afgebroken en daar wil ik graag een kroon op. Ik zie dat u vandaag komt vanwege een afgebroken vulling. Ja, flikker, mag ik dat wel? Ja. Deze is de beginsituatie. Hier zit de afgebroken vulling. We gaan het onder verdoven beslepen. Daarna gaan we natuurlijk deze preparatie goed scannen. En dat doen we met onze intraorale mondscanner. Hey. Dus u hoeft niet meer te happen. Nee. Dat betekent dat kokhalsen, benauwdheid, dat valt helemaal weg. En we krijgen een heel nauwkeurig beeld van onze beslepen, waardoor de tandtechnieker echt een precisiewerk kan doen. We hebben nu een noodvoorziening in mijn mond gemaakt. En over 2 weken is de kroon klaar. Hey Aida! Wat goed dat je er bent! We gaan vandaag bij een jonge dame van 8 jaar gaan we een poetsinstructie geven. En daarna gaan we sealen beiden. Met het sealen breng je een heel dun vullingje eigenlijk aan op de kouvlakken van de nieuwe blijvende kiezen. Waardoor er minder snel viezigheid in kan blijven zitten. Bacteriën blijven er niet in zitten. Kan beter gepoetst worden en daardoor hebben we meer bescherming. Werken we ook weer aan de preventie voor een gezonde mond. Tanden poetsen bij kinderen, dat doe je in vaste volgorde. En de volgorde is eigenlijk 3 keer de B. De B van de binnenkant, de B van de buitenkant en de B van de bovenop. En waar we altijd dan van poetsen is van de ene achterste kies het hele rijtje af naar de andere achterste kies. Op die manier weet je zeker dat je geen enkele plek overslaat. Hartstikke goed. Ik zie dat jij heel goed gewoon poetst van je ene achterste kies zo het hele rijtje af naar de andere achterste kies. Later nog steeds hele mooie tanden en kiezen te hebben, is het belangrijk dat je zo vroeg mogelijk begint. De ouders moeten de kinderen helpen tot ze echt wel 10 jaar zijn, omdat de kinderen dan pas de motoriek ontwikkeld hebben om zichzelf te kunnen verzorgen. En dan nog is het belangrijk dat de tandarts natuurlijk ieder half jaar even goed controleert. En als er kiezen zijn die doorkomen, om die van een presklaagje te voorzien. Een op de 5 Nederlanders krijgt te maken met huidkanker. Vooral overmatig zonlichtblootstelling geeft hierop verhoogd risico. Als er in een voorstadium nou daadwerkelijk onderzoek gedaan kan worden, dan verkleint dit het risico op daadwerkelijke huidkanker enorm. Galderma werkt samen met zorgverleners zoals dermatoloog Wim Venema om innovatieve medische oplossingen te bieden voor patiënten met huidproblemen. Ik ben hier vandaag om een behandeling te ondergaan in verband met mijn huidkanker. En dan hoop ik dus weer voor een jaartje vrij te zijn van huidkanker. Ik ben begonnen natuurlijk met het creëren van de huidkanker zonder dat ik het zelf in de gaten had. Toen gingen we nog 3 keer per jaar met vakantie.
En dat was 3 keer naar de zon. En ik ben na 1 van de vakanties ben ik naar de dokter geweest en heb ik me moeten behandelen omdat het zo verbrand was. Ik heb daar nooit bij nagedacht, ook niet in de zon lopend. En hier in het ziekenhuis is mij medegedeeld dat ik dus huidkanker had. Meneer Wulf. Ja. Ga je mee? Ja hoor, ik ga mee. Goedemiddag, meneer Bult. Ja, dag. Zo, is het met u? Ja, prima hoor. Nou, fijn. Dankje. Alleen ik heb weer wat... Wat plekjes, hè? Ja, we hebben ook even afspraken gemaakt om te behandelen, hè, met daglichten, fotodynamische therapie. Ik zal eerst even gaan kijken. Ja. Zou je de bril even af willen zetten? Ja, natuurlijk. Ja, ik zou dit gebied moet vooral. Okay. En ik zou ook de wangen in dit geval meenemen, ook even met de wenkbrauwen. Ja, een plekje daar nog even erbij nemen. Ja, mijn collega gaat u zo even verder helpen. Hè. U weet hoe het werkt, u heeft het al eens eerder gehad. En dan kijk ik zo nog eventjes weer mee. Meneer Bult die heeft behoorlijke zondingsschade in zijn gezicht. Hij heeft ook al huidkanker gehad in het verleden. En wat we nu vooral willen doen is proberen dat hele veld met zondig beschadigde huid zo goed mogelijk te behandelen. Waardoor je het risico op huidkanker in de toekomst mogelijk zou kunnen verkleinen. Er wordt een crème op de huid aangebracht. In die crème zit een voorloper van een eigenlijk soort lichaams-eigen stofje. En dat lichaams-eigen stofje zal vooral stapelen in cellen die afwijkend zijn. Nou, dat lichaams-eigen stofje is lichtgevoelig. En op het moment dat je dus na enige tijd dat belicht, maak je dus de cellen kapot die afwijkend zijn. Vroeger moesten mensen eerst 3 uur wachten en dan werd er 8 minuten een rode lamp op de huid geschenen. Nou, die 8 minuten die waren vaak vrij pijnlijk, omdat dat stofje dan zeg maar woest werd geactiveerd. Tegenwoordig maken we gebruik van daglicht. Mensen komen dan hier. De crème wordt aangebracht met de voorloper van het stofje. Vervolgens wacht je ongeveer 1/2 uur. En dan gaan mensen gewoon naar buiten in het daglicht. Dan blijven ze nog 2 uur buiten, gaan dan naar binnen en dan is de behandeling klaar. Wij verwachten dat 1 op de 5 Nederlanders een vorm van huidkanker zal krijgen op termijn. Een van de huidkankersoorten is het melanoom. En het melanoom, daar kun je gewoon aan doodgaan. Dat kan uitzaaien. En het is belangrijk dat je die plekjes vroeg herkent. Dus kijk alsjeblieft bij elkaar, gewoon 1 keer per 1/2 jaar bijvoorbeeld, de hele huid na. En zijn de plekjes die je niet vertrouwt, ga je naar de huisarts. Niet bang zijn voor behandelingen. En het zal ook regelmatig zo zijn dat er helemaal geen behandeling nodig is, omdat het iets totaal anders is. Maar alsjeblieft, wacht niet te lang. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Dorien Anti-Aging Center, MDX Health, Stolmet Oogklinieken en Medisch Centrum Zaanzorg.